Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag nog thuis, maar morgen gaan wij op ponykamp. En we hebben er natuurlijk heel veel zin in en we hebben al alles ingepakt en het is heel veel. In deze video gaan wij laten zien wat we hebben. Kiki zou ook nog een aparte video maken over wat ze allemaal mee zou nemen. Ze weet alleen niet of het gaat lukken omdat ze op het laatste moment nog niet alles klaar had. Dus dat hoop ik. Zo ja, dan komt haar video hierna. Nou, dit zijn al mijn spullen. En dan heb ik nog alle paardenspullen beneden staan. En dit kleine tasje, dus zit mijn dekbed in. En mijn kussen, dat is niet zo heel interessant. Maar laten we de eerste koffer open gaan maken. Jullie weten nog niet dat ik een nieuwe telefoon heb. Ik heb de iPhone 5 S. Met mooi takkie als hoesje. Ik ben hier heel erg blij mee. Maar die mag ik natuurlijk niet meenemen op ponykamp. En dat snap ik heel goed. Vandaar dat ik mijn oude iPhone had. Dat is de iPhone 4. Dit is mijn oude telefoon. Kijk, dit is mijn oude telefoon en die neem ik mee op ponykamp. Hij heeft wel een lagere kwaliteit van video's, dus daar ga ik mee filmen. Want ik mag mijn iPad ook niet meenemen. Dus sorry als de kwaliteit heel laag is. Ik probeer ook zoveel mogelijk te filmen. Maar deze neem ik dus mee. En ik neem mijn oplader mee. Ik heb dit stukje eraan gemaakt. Hij is hier al een beetje los. Maar dat was omdat hij hier open was. Dus ik heb er een stukje tape omheen gedaan. Zo kan ik hem meteen goed herkennen. En natuurlijk zo'n kop voor je oplader. Wat ik nog meer heb, zijn spullen voor de Pimpje Pony. Heb ik in het mooie HV Polo rugzakje. Ik had ergens een ander rugzakje van de oude theaterschool waar ik zat. Maar ik heb hem even veranderd, want ik vind dit toch wel mooier. Daar heb ik slingers in. Het thema is namelijk Rio. En in Rio zijn dit jaar de Olympische Spelen. Vandaar dat ik deze slingers heb. Oh, is dit een beetje in de klit. Ik heb één gekleurde. En ik heb twee oranje, omdat het natuurlijk Nederland is. En dan moet het wel een beetje sponsoren, zeg maar. Wat ik er nog meer in heb zitten is het sjaaltje. Ik weet niet of ik die ga gebruiken voor de Pimpje Pony, maar dat zien we wel. Ik heb zelfgemaakte horen voor een eenhoorn. Een strik, elastiekjes en een meetlint. Wat ik nog meer meeneem? Een borstel, super handig, gewoon om je haar te kammen. Logisch. In mijn toilettas heb ik nog een klein toilettasje. En daarin heb ik... Je stuk, nee, ik had die er pas aangemaakt. Ik heb er een spiegeltje in zitten. Met een ragertje voor mijn tanden. Een paar cremmetjes, maar dat is niet allemaal heel boeiend. Ik heb geen muggenspray, maar een soort van gel voor na een beet. We moesten horloges meenemen, dus ik heb er twee meegenomen voor zekerheid. Om de tijd bij te houden, want je mag natuurlijk niet de hele tijd met je telefoon rondlopen. En dat snap ik ook heel goed, want anders... Zijn mensen helemaal niet met paarden bezig. Ik heb hier in het kauwgombakje heb ik elastiekjes zitten. Gewoon voor mezelf. Want ik kan niet tegen als mijn haar los is. En nu heb ik een lage staart. Meestal heb ik dan een hoge staart. Maar bij het rijden heb ik ook een lage staart. Deze armband die had ik vorig jaar met ponykamp gemaakt. En zaklamp. Een hele kleine, maar hij is heel goed. Anti-klitspray. En dan heb ik nog shower gel en shampoo. Deodorant. En twee bussen muggenspray. Ik kan er namelijk niet tegen muggen. En ik zie net dat er iemand gereageerd heeft. Namelijk, de reactie komt in beeld. Gewoon omdat het wel eens leuk is. Superleuk filmpje. Ook leuk dat ik op de manege rij waar Ilona ook rijdt. Nou, mooi. Ze rijdt dus ook op tinten. Ik heb al eerder een reactie van haar gekregen, inderdaad. Superleuk. De reactie komt ook nog even in beeld.
Dan gaan we verder. Nou, ik heb hier 2 paar gimpen. Laat ik ook niet zien, is niet helemaal boeiend. Nou, dan pak ik even mijn andere koffer erbij. Ik heb een warm vest waar ik ook mee kan rijden, omdat hij geen capuchon heeft. Hij is heel zacht, dus is heel fijn. Ik heb 2 rijbroeken. Ik zou er eigenlijk meer mee willen nemen, maar ik heb niet meer rijbroeken die goed passen. Dus ja, een beetje jammer, maar gewoon even uithangen en een beetje laten luchten. En ik denk niet dat het dan heel erg vies wordt. Nog een vest, dit is echt een paardrijvest van Kingsland. En hier rij ik eigenlijk altijd mee. Hij is heel fijn en hij zit heel lekker. Dan heb ik nog een paar normale shirtjes, zoals deze. Een trui en nog een trui. 2 truien, 1 met een L erop. En 1 met ja, een tekst erop. Heb ik nog een paar spijkerbroeken mee en een bikini. Want we gaan ook zwemmen. Ik weet niet of we in de meer gaan zwemmen of in een zwembad, maar het maakt helemaal niet zoveel uit. Nou. Dit is mijn bikini. Dit is het topje. En gewoon een zwart broekje. Volgens mij 7 paar paardrij sokken. Kijken. Nou, in ieder geval, dit is een beetje. Ik heb ook een zonnebril mee. Nou, dit is mijn zonnebril. Hey, moet je kijken, man. Ik wil dit al niet. Oké, hoe krijg ik het er nog in? In ieder geval, dat was alles wat ik mee heb genomen wat niet met paarden te maken heeft. Ik ga nu even laten zien wat wel met paarden te maken heeft. En nou, dat zijn namelijk mijn alle spullen in mijn potjeskist, mijn zweepjes en zulke dingen. Nou, ik heb hier mijn dekje liggen. Nou, deze is van AV Polo en ik ben er super blij mee, want ik zocht een heel mooi dekje en ik kwam hierbij. Nou, 2 zweepjes. Nou, deze mocht ik van mijn zus lenen. Daar ben ik heel aardig van. Dit is de wedstrijdzweep geweest. Zij reed vroeger namelijk ook paard. Ze had haar eigen paard Pien. Maar ze heeft haar paard zeg maar met pensioen laten gaan omdat ze op reis ging. Dus ze heeft nog heel veel spullen die ik toch, die ze toch niet gebruikt, die ze mag lenen. En ja, een zweepje wat ik eigenlijk altijd gebruik. Hij was hier aan de onderkant stuk, vandaar dat er bosje tape omheen zit. En ik dacht, nou, dat is meteen een goed herkenningspunt. Dus dat heb ik ook bij die andere gedaan. Sorry als ik snel praat, dat heb ik door. Dan hebben we nog deze tas. Hier zitten mijn halsters in. En mijn cap. Nou, hier zit mijn cap in. Met 2 paar handschoenen. Ik heb mijn touwholster meegenomen. Die ook in de shoplog te zien was. Peeskappen. Deze vond ik ineens in de stal bij mijn vader thuis. En ja, mijn vader heeft een stal bij zijn huis. Omdat Flash daar vroeger stond. Dus dit zijn hele mooie zwarte peeskappen. En dan heb ik nu mijn poetskist. En daar zit hij. 2 hoevenkrabbers voor zekerheid. Een hoofdborstel. 1 stitch die bij mijn dekje past. Kijk, het is een beetje dezelfde kleur. Nou, een stukje maandag van Flash. Die heb ik er altijd in zitten. En die wil ik ook gewoon erin houden. Dan zou ik het alleen maar kwijt. Nog een maandenkammertje. En ja, zo'n ding. Daar hoor je scharen of zo in te doen. Maar die heb ik niet. Dat heb ik ook niet nodig. Dus hij zit er gewoon in. Babydoekjes. Nou, ik laat het even zo zien. Want anders alles past nu precies, zeg maar. Deze had ik van Kiki gehad. Die neem ik mee. Een Lickit. En deze elastiekjes. En zo'n... hoe heet het nou? Mijn naam even kwijt. Laat het even achter in de reacties als je weet hoe het heet. Maar hiermee kan je vlekken van witte paarden of van andere paarden ook trouwens afhalen. Ik heb hier onder met die glitters heb ik nog een rosborstel liggen.
een bakje met mijn studio crème. Kan je zien in de voorjaars schoonmaak vlog. Hoe heet het nou? Zo, shampoo borstel. Dankjewel. De shampoo borstel. Een zachte borstel. Een manenkam. Oh nee. Dit is een manenkam. Deze manenkam. Staartborstel eigenlijk. Geitenharenborstel. Harde borstel. Een zweetmes heb ik daar nog liggen. Gewoon echt spullen die ik nodig heb dus. En mijn poetskist is een stuk leger zonder de halsters erin. Hij gaat veel makkelijker dicht. Kijk dan. In één keer gewoon dicht. Nou, dit was mijn deel van de video waarin we gingen laten zien wat we naar Ponykamp mee gaan nemen. En ik heb super veel zin in Ponykamp. Ik hoop dat jullie ook zin hebben in de Ponykamp vlogs. Waarschijnlijk heeft Kiki hierna ook nog een video. Zo niet, dan sluit ik die video af. Nou, bedankt voor het kijken en doei!